since he was in my stomach, my doctor say, you get a very strong child. I tell everybody, oh, I'm going to get a football player. Ik ben wel een dreamchaser. In de spiegel kijk, word ik gewoon gemotiveerd, omdat ik weet dat ik er nog lang niet ben waar ik wil zijn. When he came out, he was so strong. He take the ball when he was 6 months. He was crazy from the ball. Since he start to talk, then he tell me, Mama, I going to be a football player. And I believe him. Moordrecht is een heel klein dorp. Ja, iedereen kent elkaar. Het is wel een gezellige dorp. Ja, er is niet zoveel over te vertellen, want er is ook niet zo heel veel te doen. Toen we 5 jaar waren, ja, toen zagen we natuurlijk elkaar ook elke week. Ja, we hadden een bal vroeger en meer hadden we niet nodig. We speelden elke dag voetbal. Daar leerde ik eigenlijk mijn trucs en speelde met oudere jongens op straat. He always play with older boys. He go alone from the house to the football field with the bike. It was a long way, but this boy, he just go. Yeah, in the beginning, I always run after him. Memphis, Memphis, stop! But he was not afraid for nothing. Er is een voetbalclub, een kleine voetbalclub. Kwamen we in hetzelfde team. We speelden, laat maar zeggen, alle twee in de aanval. Met elkaar, laat maar zeggen, in de aanval speelt, laat maar zeggen, eerder een klik. Toch mijn beste vriend, denk ik. Het is mijn kleine broertje. We hebben gehuild samen, gelachen samen. We hebben kattenkwaad uitgehaald natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij. En ja, ik zag het al wel snel dat het een topper zou worden. When he was so young, his legs were very strong and he always take the ball. Nobody can take the ball. And he run with the ball and he score. Hij is heel gefocust. Veel trainen. Wil altijd de beste zijn met alles. Dus zodoende is hij eigenlijk weggegaan bij Moordrecht. He choose to go to PSV. He was 12 years. Very difficult. I think every parents have to do this. Every parent has to get the child his own freedom to let the talents grow. Ik hield al van voetbal, maar sindsdien speel je met wat betere jongens in het team. Ja, wat serieuzer. Het was natuurlijk moeilijk te bereiken, alleen te gaan op zo'n jonge leeftijd. Ik zag hem daardoor ook minder. Life is not always easy. In het begin was het een difficult time. Ik denk dat het ook belangrijk is om steun te hebben van je familie. My father was important. He always support me and Memphis. Ik denk dat ik met mijn opa ook een hele goede band had. He always jokes and he was a very good guitar player. The rhythms and the music and the passion was always in this house and in the man. Ja, hij is nu al een tijdje weg. Ik heb een tekst op mijn arm laten zetten voor mijn opa eigenlijk om dat een plekje te geven. He also write it on a photo and he put it in the coffin. So it was very emotioneel. Heeft die man mij wel heel veel power gegeven en goed voor me gezorgd. Toen dacht ik bij mezelf van, ja, nu moet ik er gewoon voor gaan. Ik weet waar ik naartoe wil en dat is de top. This is what he want. When he step on the field, he is happy.
Tegen vrienden bijvoorbeeld van me, ik zeg, zei ik, Depay moet je in de gaten houden. Dat moet je onthouden voor later, dat ga je wel vaker zien. Als je iets wil bereiken in je leven, dan moet je daarin geloven en daar ook 100% voor gaan. Anders moet je het niet doen.